Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En zoals je ziet is het weer tijd voor Mystery Beer. Deze keer van mijn maatje Waldo stuurde onlangs 5 Mystery Beer op. Dit is nummer 3, maar de 4e die ik drink. Hij zei zelf, het maakt niet uit in welke volgorde je het doet. Tot nu toe moet ik zeggen, ik heb het wel eens beter gedaan met Mystery Beers volgens mij. Maar dat ligt natuurlijk niet aan de bieren die Waldo stuurt, dat ligt aan hoe ik ermee omga. Dus ik ben heel benieuwd of ik deze echt 100% spot on kan gaan krijgen. Wel hele gave Mystery Beers tot nu toe. Voornamelijk de eerste vind ik nog steeds gewoon vanwege de naam. Nou, ik ga niet te veel spoilen, dan moet je maar kijken, maar vond ik echt super tof. Ja, Mystery Beers. Jullie stuurden mij als kijkers bieren op en ik moet gaan raden. De aanleiding van geur, kleur, smaak en dergelijke over wat voor soort bier we het hebben. Blijft altijd leuk. Het zijn ook echt nog steeds de populairste reviews. Ze doen dat altijd super goed. Wat wel aangeeft gewoon dat jullie het leuk vinden. Zeker natuurlijk als ik keihard op mijn bek ga. Super benieuwd bij deze. Ik heb hem een uurtje of twee even in de koelkast gehad. Hij is er nou net 5 minuten uit. Ik ben heel benieuwd. Dat schenkt heel stroperig bijna. Met... Dat schonk heel stroperig. Heel dik. Met een hele bijzondere, een soort van... Amber, donker amber, bijna met een roesttoon eraan. Half hazy, half troebel met een redelijke schuim. Het zou van alles kunnen zijn. Zo dik als die qua kleur zou ik bijna willen zeggen. Het kan wel eens richting een soort van Belgian dark sour. Dark sour, zoiets als een Vlaams rood of zo. Vlaams bruin, zoiets. Maar aan de andere kant, hoe dik en lobbig die schonk, zou je denken aan een groot, hoog alcoholpercentage. Ik moest wel even dat laatste flink... heftig inschenken om ook dat kleine beetje schuimkraag te krijgen. Wat me dan doet denken aan zowel hoog alcohol als barrel-aged. Qua geur krijg ik nu nog niet veel. Hij ziet er wel heel gaaf uit. Moet je dat zien? Als je dat zo... Qua kleur vind ik deze heel moeilijk te plaatsen. En Waldo heeft tot nu toe een paar bieren gestuurd die ook best niet 1, 2, 3, zeker de vorige, die wat eigenlijk nummer 4 was, dat ik zoiets had van, oh man, dan zat ik eigenlijk... Aan de ene kant goed, aan de andere kant ook falen kant fout. Ik ben heel benieuwd. Dit moeten we gewoon... Ik heb het idee dat ik hier helemaal finaal verkeerd ga zitten. Maar we gaan kijken wat hij doet. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Wow. Dit is hoog alcohol. We hebben het hier over een soort van... We gaan hier richting een barley wine. Volgens mij barrel aged inderdaad. Ik vind dat ik deze beter regelrecht eigenlijk zonder hem in de koelkast te kunnen zetten te drinken. Er zitten echt wel wat spirit, woody, eikentonen aan. Ik krijg iets wat een beetje richting een... Ik zou zeggen een Schotse whisky. Misschien zelfs iets licht gerookt. Een barley wine. Of misschien zoiets als een wat hoger percentage old ale, stock ale. Oh... Wow. Deze heeft even tijd nodig om te ademen. Ook omdat hij misschien nog een klein tikje te koud is. Hij ziet er echt super mooi uit. Ja, ik heb het idee, kijkend naar de kleur, dat we het toch wel over een barley wine hebben. Maar er komt een beetje van dat, dat typerende gedroogde fruit. Weet je wel, dat vijgen, dadels, rozijntjes idee. Geweekt op, in dit geval, een sterke drank voor mijn gevoel. Qua alcoholpercentage, als ik nu naar de neus zou moeten gaan gokken, zou ik echt denken wel 12, 12,5. Je krijgt echt wel een beetje potent smoky, peaty-achtige toon. Een beetje rokerig, geturfd. Licht dat medicinale van wat je gaat denken aan bijvoorbeeld zoiets als een Lafroy. Het is niet super heftig. Misschien dan eerder dat je zou denken aan een Artback vat bijvoorbeeld. Met daaronder inderdaad een beetje van die... Hele subtiele lichten, alsof je aan chocoladerozijntjes moet denken. Sommige van die barley wines die kunnen een beetje dat chocolade karakter krijgen. Maar dan wat ik altijd die chocoladerozijntjes idee heb. Ja, volgens mij wel een vat. Het rare is, ik heb het vermoeden dat ik dit bier ooit gehad heb. Hij ruikt bekend. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Waldo, bedankt jongen. Cheers. Oh, man.
Oh yes, mama. Hoe? Dat is een flink geturfde single malt die gebruikt is voor dit bier. Dat moet wel bijna. Dit is niet zomaar. Dit is niet volgens mij een bier met gerookte geturfde mouten. Dat heeft toch net een iets ander effect. Er zit hier een soort van spirit level aan. Dit moet barrel aged zijn. Dat kan bijna niet anders. Is dit, bedenk ik me nu ineens, ja, het kan wel anders. En die heb ik niet gehad. Maar is dit die smoke, repeat of zoiets van Jopen? Maar dan wordt het tricky, want dat is een zeer zwaar geturfd bier. Maar die is dan ook nog eens volgens mij geturfde barrel age versies van. Hebben we het over dat bier misschien? Als dat hem is, die is volgens mij zelfs wel 16%. En ik haal hier geen 16% uit. Wat is dit fucking dik, plakkerig, stroperig qua mondgevoel. Blijft gigantisch plakken. Ontzettend geturfd en rokerig. Ik ga toch terugkomen. Dit is wel een geturfd gerookt bier. Dit is iemands peated smoky barley wine. Volgens mij is die misschien zelfs wel 15%. Dit zal wel eens richting de 15% kunnen gaan. Want dat mondgevoel is zo gigantisch, dik en loppig. Dat kan niet 12%. Het moet wel richting de 15% gaan. Je krijgt nog wel een beetje dat barley wine karakter. Voor mij in ieder geval een barley wine karakter. Van dat gedroogde fruit component. Dat zit er wel een beetje in. Maar over het algemeen is dit gewoon echt rokerig, assig, geturfd. Met een licht ziltig randje bijna. Kalila barrel aged? Ik zit heel erg te twijfelen tussen dat. Ja, maar er zit ook wel weer. Nou krijg ik tonen van Kalila. Kalila is mijn favoriet. Hoe vaak kun je in één review Kalila zeggen? Als jullie het geteld hebben, ga de review nog een keer kijken. Dat is goed voor mijn views trouwens. Dankjewel. Ga hem nog een keer kijken en kijk even hoe vaak ik, inclusief wat ik nu zeg, Kalila, hoe vaak ik het heb gezegd in deze review. Ja, er zit iets aan. Hij is wel barrel aged. Er zit een lichte eikenhouten toon in. Maar het was best een nat vat. Iemands Kalila barrel aged. Barley wine. Smoked barley wine. Van 15,3%. En dat is een mystery beer. Het is me goed dat ik vandaag maar één bier review. Want het is nu heel vroeg in de middag. Ik moet rond 1:05 ga ik naar het afzwemmen van mijn jongste nichtje. Nou, niet mijn jongste nichtje. Ja, dit is mijn achternichtje. Dus wel mijn jongste nichtje. Anders is het een achternichtje. Ik ben oud oom. Vind je die? Ik ben oud, ik ben oom en ik ben een oud oom. Dus ik moet even rustig aan doen. Dat is over 1:05 moet ik. Nee, over 1:04. Dus dit is dan ook het enige wat ik vandaag doe. Maar het is wel een doozy. Waldo, echt netjes deze. Ten eerste, ik vind hem echt super lekker. Ik blijf erbij, het is een barley wine op Kalila vaten van 15,3%. Daar hou ik het op. Ik vind hem echt lekker. Ik vind hem echt lekker. Wat een fucking rammer van een bier zo vroeg in de ochtend. Nou, het is geen Jopen, want Jopen heeft bepaalde dingen op de fles staan qua etiket. Nou, het is wel een Jopen. Ha! Oh, wat zag ik er fucking dichtbij. Dat had ik dan wel fout. Dat verklaart het een en ander. Dat verklaart het een en ander. We hebben het hier over Don't Try This At Home. Het is een rye wine van Jopen. Maar dit is ook een oud beestje al, volgens mij. We gaan zo eens even kijken. Nee, valt mee. Deze is zelfs heel jong. Ik zal even kijken. Deze is van 14 april. Is die. Sorry, ik zal even verkeerd kijken. Deze is op 14 april gebotteld. Op wat voor vat heeft dit gelegen? Oké. Ten eerste, alcoholpercentage zit ik volledig fout, 12,5%. Het rye wine, barley wine karakter, ja, dat barley wine, het rye wine die heeft dan iets meer dat pittige spice karakter.
Dus dan haal ik het nu wel uit. Hij heeft 220 dagen gerijpt op Kalila en Bourbon Blend Barrels. Dus het zijn twee vaten. Maar die Kalila die komt er dus echt fucking heftig door. Mag ik echt even zeggen dat ik toch een stukje trots ben op mezelf dat ik die Kalila eruit gehaald heb. Die 12,5%. Het verklaart wel het een en ander. Want hij drinkt qua het alcohol impact niet als een 15. Maar het mondgevoel zit gewoon zo fucking vol en lobbig. En ik echt zoiets had van dit moet gewoon wel Kalila zijn. Oké, de ingrediënten. Dit is grappig. Hier zit dus geen enkele... Hier zit geen gerstemout door. Het is tarwe en rogge. En dat verklaart dan misschien ook weer dat hele lobbige mondgevoel. Hè? Die tarwe, die geeft hem natuurlijk wel een wat voller, dikker mondgevoel. Wat een fucking geniaal lekker bier. This is just not any Dutch craft beer you're holding. Wacht even, we gaan even daar. Bla 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 bla. Taste, are you bold enough to try this? Big flavors of Kalila whiskey giving it a heavy mix of peat, leather, caramel and rye. Supported by smooth vanilla from the bourbon barrels. Don't try this at home. This version is aged in Kalila, Heaven Hill and Buffalo Trace. Oeh, dat doe je, son. Ik denk omdat ik hem toch ietsje te koud drink, dat er misschien straks nog wel wat meer naar voren komt. Dit is echt een van de lekkerste jopen die ik in een hele lange tijd gehad heb. En het is een collaboration met Lervig, zie ik net. Ook een geweldige brouwerij. Hier ga ik echt nog wel even chill van genieten. Mm. Dit is echt, echt om lang van te genieten. Waldo. Een super lekker bier. Hier ga ik nog even chill voor. Relaxen de rest van de middag. Het enige wat ik vandaag ga drinken. I swear to fucking god. Ja, als ik thuis ben pak ik wel wat lekkers. Maar voor vandaag is dit het echt even. Moet niet veel gekker worden dan dit. Dankjewel voor het hartstikke mooie bier, Waldo. Er komt nog één aan. Daar twijfel ik nog over of ik hem live ga doen of niet. Sommige mensen wouden hem graag live zien. Zou ik ook kunnen doen op een zaterdagavond. We gaan even kijken. Ga ik nog wel een beetje over kletsen. Want dan kon je hem meedrinken, zei je. Ja, dat was hem wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat eens wat comments achter. Vind ik altijd leuk. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.